Dubbel feest vandaag. De Monday Night Music Club bestaat 17 jaar. En oprichter Robert van der Lippe viert zijn 55ste verjaardag. En lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in zijn mond. Ja, nou ja, zo is het allemaal begonnen met mijn verjaardag. Ik heb een leegstaande kroeg afgehuurd en daar heb ik met muziekvrienden hele middag, avond en nacht muziek gemaakt. En die week erop zei de eigenaar van, god, dat moet je elke week doen. Ik zei, nou, dan ben ik gauw oud en failliet. Maar we hebben een leuke constructie kunnen bedenken en dat draait nog steeds. En dat op maandagavond. Het was echt een gat in de markt, want dat hebben ze me 17 jaar geleden ook gevraagd. Hè? Van, dat doe je toch niet op maandag? Ik zei, dat doe je juist op maandag. Iedereen organiseert wat op vrijdag en zaterdag. De maandag is vrij, dus we hebben uit de Emmen en omgeving veel horecavolk wat die tent om 10:30, 11:00 dicht heeft. En de beroepsmuzici, over het algemeen, die in het weekend spelen, die zijn vrij, dus die komen dan lekker bij ons aanschuiven en meedoen. De Monday Night Music Club is niet alleen een kweekvijver voor jonge muzikale talenten. Het is vooral een gezellige muziekavond voor muziekliefhebbers en voor muzikanten van alle soorten en maten. Artiesten als Daniel Lohus, Bauke, Rafaella Paton en Bernard Gepke staan geregeld op het podium. Ik heb wel eens vrienden meegenomen of bevriende muzikanten die hier dan op maandagavond met mij meegaan. Dan komt dan toevallig zo uit en dan kijken ze om zich heen en dan staan ze echt zo, hé, maandagavond Emmen. En dan komen ze uit Amsterdam of Dordrecht en dan denk ze, ja, dan hoef je daar niet te proberen. Dus dat is wel uniek, ja. Dus dat je een oude rot in het vak die dat nummer al, weet ik het dan, misschien wel voor de 100ste keer speelt. En een jonkie die hem voor de 50ste keer speelt. Als ze dat samen gaat en je ziet die jonge gasten glunderen en die oude. En de ouders van die jonge muzikant ook gaan glunderen. Kijk, dan heb je wat bereikt, weet je.